Jawel, meneer de voorzitter, meneer Tusk, collega's. De laatste Europese Raad van 2017 was wat mij betreft alleszins de belangrijkste top van dat jaar. Want het was een top waar de leiders niet alleen hun positie herbevestigden rond bepaalde thema's, maar waarin ook heel duidelijk standpunten werden genomen. En ik ben heel erg blij dat we eindelijk naar die tweede fase van de Brexit-onderhandelingen kunnen en dat ook duidelijk het signaal is gegeven dat we niet zullen aanvaarden dat er aan cherrypicking wordt gedaan. Twee, de vooruitgang op het vlak van defensie en veiligheid. Dat is wat de Europese burgers van ons verwachten, dat we stappen zetten om die veiligheid in Europa te vergroten. We gaan naar een militair hoofdkwartier, we hebben de permanent gestructureerde samenwerking, we hebben het Europese Defensiefonds, laten we dat nu ook allemaal heel snel uitrollen. Beste collega's, maar zo blij als ik ben rond defensie, zo ontgoocheld ben ik eigenlijk rond asiel en migratie. Ja, er zijn stappen gezet. Ja, we gaan vooruit. Maar ik denk dat we daar, meneer Tusk, echt nog wel moeten aandringen dat alle lidstaten solidair moeten zijn. Dat we dit makkelijk aankunnen als we allemaal samenwerken. En daar verwacht ik actie van u. Dank u wel.